أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، إن شاء الله تبارك وتعالى بسبوله سوزسس زولن wij stilstaan bij een belangrijk onderwerp. Een onderwerp wat we allemaal nodig hebben en waar we allemaal in tekort zullen schieten, zoals wij zo dadelijk zullen zien. Is het geluid een beetje goed of niet? Was het goed? Is te hard, hè? Ik hoop, komt dat door mij of door de microfoon? Inshallah zal het nu beter zijn, hè? Iets beter. Nou, doen we zo. Sinds die nu nog beter? Nog beter, hè? Alhamdulillah. Dus je hebt geen cameraman nodig, geen geluidsman nodig, alhamdulillah. Een belangrijk onderwerp, inshallah ta'ala, waar wij bij stil gaan staan. En waarin wij onszelf zullen kunnen beoordelen. En wij zullen zien hoe onachtzaam wij zijn in ons dagelijks leven. Het onderwerp wat de broeders gekozen hebben en de zusters, hier in deze gezegende moskee, is het onderwerp dankbaarheid. En dit is een hele prachtige onderwerp. En belangrijk. En wij zijn er allemaal behoeftig naar. Allereerst, wat is dankbaarheid? Een shukr. Wat houdt het in? Deze dankbaarheid is gedefinieerd door onze geleerden. Ibn Qayyim rahimahullah zegt: een shukr, zuhur athari ni'matillahi ta'ala ala lisani abdihi. Dat de dankbaarheid, of de gevolgen van dankbaarheid, zichtbaar zijn middels de tong. En duidelijk worden gemaakt middels de tong van de dienaar. In de vorm van prijzing. En uiting van dank middels de tong. En vervolgens de erkenning. الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا. Middels de tong van de dienaar wordt deze dankbaarheid betuigd door de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala te benoemen en bij stil te staan. Vervolgens door het hart wat deze gunsten erkent. Het hart wat de gunsten erkent, waarop het vervolgens dankbaarheid zal betuigen. وعلى قلبي شهودا ومحبة en liefde en getuigenis van het hart ten aanzien van deze dankbaarheid van Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى جوارحه انقيادا وطاعة en ook middels de ledematen wordt deze dankbaarheid betuigd middels het verrichten van goede daden. En hieruit kunnen er drie pilaren, zoals de geleerden deze hebben ontrokken uit deze definitie. Drie pilaren van dankbaarheid. Dankbaarheid middels het hart, bil qalb. Dankbaarheid middels de tong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. En wat betreft de gunsten van jouw Heer, spreek erover. Wa thalithan, taskhiruha fi ta'ati sayyidiha. En het gebruik maken en benutten van deze gunsten middels de ledemaat. Dankbaarheid middels de tong, dankbaarheid middels het hart, dankbaarheid middels de jawarih. Ash-shukru bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarih. Dit zijn de drie pilaren van dankbaarheid. Vandaag de dag hebben wij de dankbaarheid beperkt tot de uitspraak. Tot het zeggen van alhamdulillah.
Als iemand zegt alhamdulillah, dan voelt hij zich dankbaar. Dan heeft hij, is hij zijn plicht nagekomen. Deze persoon, een van de vromen, zegt: diegene die dankbaarheid uitspreekt met zijn tong, hij is te vergelijken met iemand die een winterjas heeft. Het is winter, het is koud en hij heeft een dikke winterjas. Maar die winterjas, hij heeft hem niet aangedaan. Hij heeft hem vastgehouden en hij loopt ermee rond. Heeft hij er wat aan of niet? Dikke winterjas. Van wol. Ja, goede kwaliteit. Niet die goedkoop, goede kwaliteit. Dikke winterjas, hij loopt ermee rond in de koude winter. Heeft hij er wat aan? Hij heeft er niets aan. Hij heeft er wat aan op het moment dat hij hem draagt. En zo is de vergelijking gemaakt van degene die dankbaarheid alleen maar uitspreekt middels zijn tong. Washukr, dankbaarheid, is een van de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Je zou kunnen zeggen, waar heeft Allah subhanahu wa ta'ala deze dankbaarheid voor nodig? Wie is hij deze dankbaarheid verschuldigd? En hij is degene die de gunsten geeft. En hij is de begunstiger. En hij, hoe kan het dat Allah subhanahu wa ta'ala deze eigenschap heeft? Allah subhanahu wa ta'ala heeft namen en heeft eigenschappen die passen bij zijn grootheid. Dat is eenmaal zo. En een van deze eigenschappen is dat hij al-Shakur is. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over zichzelf dat hij shakur is. Dankbaar. Inna safa wal marwata min sha'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله شاكر أن شكور هاي الضنبة. يعني what is this eigenschap van Allah سبحانه وتعالى؟ هاي is dankbaar, هاي waardeert een goede daad en de dankbaarheid van zijn dienaar. Jullie kennen de hadith van die vrouw, overspelige vrouw, die haar lichaam verkocht in het haram. Dat was haar beroep. Zij verkocht haar lichaam vanwege overspel. Waarop zij vervolgens een hond zag rondjes lopen rondom een waterput. En die hond had dorst. En zij zag dat deze hond droge modder aan het oplikken was. Deze vrouw zei vervolgens: deze hond heeft waarschijnlijk net zoveel dorst als ik zojuist had. Wat heeft zij gedaan? Zij is in die waterput gestapt en met haar leren sok heeft zij water eruit gehaald. Zij heeft er water eruit gehaald met haar sok en heeft deze hond te drinken gegeven. In deze hadith aan het einde zegt de profeet sallam: فَشَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا وَأَدْخَلَهَا الْجَنَّةِ. شَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى. Allah subhanahu wa ta'ala waardeerde deze daad van haar, waarop hij haar zonde heeft vergeven en haar het paradijs heeft binnengetreden. Allah subhanahu wa ta'ala is dankbaar. Hij waardeert de dienaar. Maar deze eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala past bij zijn grootheid. Pas bij zijn grootheid en is niet te vergelijken met de eigenschappen en de dankbaarheid van de dienaar. En al helemaal niet te vergelijken met de dankbaarheid van de mensen vandaag de dag, wat in werkelijkheid ondankbaarheid is. Tevens, deze eigenschap, namelijk dankbaarheid, ash-shukr, is een van de eigenschappen van de beste mensen. Het is een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala, waarin het goed is dat de dienaar deze eigenschap probeert te hebben. Maar dan in menselijke type, die eigenschap. Dankbaarheid, wat past bij de mens. En de beste mensen, en de mensen die deze dankbaarheid hadden, deze menselijke variant van deze eigenschap, namelijk dankbaarheid,
dat waren de profeten en boodschappers. Zij waren de meest dankbare mensen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over Nuh alayhi salam: innahu kana 'abdan shakura. Hij is een dankbare dienaar. En het wordt gezegd, waarom is hij door Allah subhanahu wa ta'ala als dankbaar benoemd en beschreven? In de tafsir lezen wij bij dit vers, waarin Allah over hem zegt dat hij een dankbare dienaar was, daarin lezen wij dat Nuh alayhi salam, wanneer hij at, dankte hij Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer hij nieuwe kleding droeg, bedankte hij Allah subhanahu wa ta'ala. En vanwege dat heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem beschreven als de dankbare. Iemand kan nu zeggen, wacht eens even. Als dit die dankbaarheid is van Nuh alayhi salam, een van de vooraanstaande profeten en boodschappers, joh, dan heb ik ook grote kans. Dan ben ik wellicht ook misschien zo'n dankbare. Dan zeg ik, hey het. Dan zeg ik, ik denk dat je het mis hebt. Waarom? De dankbaarheid van de profeten en boodschappers was niet als de dankbaarheid van ons vandaag de dag, wat beperkt is tot de tong in het beste geval. Maar de dankbaarheid van de profeten en boodschappers was dankbaarheid middels alle drie de pilaren. Alle drie de pilaren waren aanwezig. Zij ervoeren middels hun harten de grootheid van deze gunst. Hij at en had gegeten en dan was hij Allah dankbaar middels zijn hart. Vervolgens middels zijn tong en vervolgens middels zijn ledematen, waarmee hij Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaamde en goede daden verrichtte. Zij ervoeren deze gunsten en zij beseften de grootheid van deze gunsten, waarop ze Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar waren. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was de meest dankbare van hen. Hij was degene die beschikte met de meeste gehalte aan dankbaarheid van alle profeten en boodschappers. De profeet sallallahu alayhi wa sallam was gewend om het nachtgebed te verrichten. Daar wanneer de mensen gaan slapen en de nachten aan één stuk doorslapen, dan stond de profeet sallallahu alayhi wa sallam op. Een grote gedeelte van de nacht stond hij in gebed, zodanig dat zijn voeten opzwelden. Zijn voeten werden dik. Hatta tatafattara qadamah. Waarop zijn echtgenote tegen hem zegt: Allah subhanahu wa ta'ala heeft al jouw voorgaande en komende zonden vergeten. Waarom doe je dit jezelf aan? Je zegt: Allah, waar geloof ik? En dit vereist dankbaarheid. En de profeet hem zegt: diegene die iemand die een gunst is gedaan, en hij zegt tegen hem: Jazakallahu khairan, hij heeft hem zijn plicht gegeven. Hij heeft hem, of hij zijn plicht jegens hem nagekomen. Hij zegt: Jazakallahu khairan, dan heb jij die goedheid die hij jou heeft betracht, heb jij volledig afbetaald. Jazakallahu khairan, met twee woorden. En dit woord, waarmiddels wij de goedheid van een ander volledig kunnen terugbetalen en waarderen, vereist dankbaarheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. Wie heeft ons daartoe in staat gesteld? En wie heeft ons dat geleerd? Allah subhanahu wa ta'ala. Meneer zegt, jazakallahu khairan. De profeet sallam, zijn voeten werden dik. En hij stond in het nachtgebed. Waarop een van zijn vrouwen tegen hem zegt: Ja Rasulullah, Allah heeft al je voorgaande komende zonden vergeven. Waar maak je druk op? Waarop de profeet zegt: Afala akunu abdan shakura. Past het mij dan niet om een dankbare dienaar te zijn? Zodanig zijn voeten opzwelden. Vervolgens, een van de gevolgen van dankbaarheid is dat Allah subhanahu wa ta'ala de gunsten in stand laat houden en deze vermeerdert. Hij vermeerdert de gunsten en hij houdt deze in stand voor de dienaar. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
En toen jullie Heer duidelijk maakten, وَيْتَذَرَبُكُمْ لَا إِنْ شَكَرْتُمْ, en als jullie dankbaar zijn, zal ik jullie لَأَزِيدَنَّكُمْ. En hier zien wij hoe Allah subhanahu wa ta'ala het benadrukt met de laam. لَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لَا, het korte laam. Geen mid. Hij zegt لَأَزِيدَنَّكُمْ, dat is het tegenovergestelde. Dus die moet je kort houden. La. Met de fetha. لَأَزِيدَنَّكُمْ. Deze laam is de laam, het tawkid of laam al-qasam. Hij benadrukt. Als jij dankbaar bent, dan zullen wij zeker de gunsten voor jou vermeerderen. Vervolgens de nun aan het einde met de shidda. لَأَزِيدَنَّكُمْ. Had kunnen zeggen, سَأَزِيدُكُمْ. أَزِيدُكُمْ. Maar Allah benadrukt dit met verschillende middelen van benadrukking in de taal om elke vorm van twijfel weg te nemen. Iemand zou denken, ja, maar is het echt waar of niet? Zou het zo zijn? Nee. Allah haalt de twijfel weg. Door al deze benadrukking. La in shakartum, la in shakartum, la azidannakum. En ik zal jullie zeker de gunsten voor jullie vermeerderen. Vervolgens, deze gunsten blijven in stand op het moment dat jij dankbaar bent. Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala zegt, hij zegt qayyidu an-ni'ama bi-shukr. Hij zegt, keten de gunsten vast met dankbaarheid. Je hebt een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. Die gunst kan veranderen in een bestraffing. Die gunst die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gegeven, kan veranderen in een grote ellende. Maar wat doe je? Als die gunst op jou afkomt, dan dien jij deze vast te binden, vast te ketenen, met dankbaarheid. Door dankbaarheid te betuigen middels de drie ledematen. En wat de drie pilaren zijn. Middels jouw hart, middels jouw tong en middels jouw ledematen. Doe je dat niet? Deze gunsten zullen veranderen in straffing. En als je kijkt naar de realiteit, als we kijken naar de realiteit, dan zien wij soms mensen die hebben geld van Allah gekregen. Bakken vol met geld. Wat wij nog met onze blote ogen hebben waargenomen, of wellicht waar nog zullen nemen. Bakken vol met geld. Maar op het moment dat zij Allah subhanahu wa ta'ala ondankbaar zijn, wat gebeurt er? Zij maken uiteindelijk zichzelf kapot met het geld. Dat geld wordt een bestraffing voor hen. Uiteindelijk worden zij de meest ellendige mensen op deze aardbodem. Ze hebben van alles. Mooie huizen, mooie auto's, bezittingen. Maar waar is de dankbaarheid? Het wordt de grootste ellende. En uiteindelijk maken ze of het einde aan hun leven. Of zij leven hun leven, zetten hun leven voort als de meest ongelukkige mensen op deze aardbodem. Waarom? Omdat zij deze gunsten niet vastleggen, vastketenen middels dankbaarheid. Als wij de Koran lezen, dan zien wij hoe vaak Allah subhanahu wa ta'ala ons herinnert aan dankbaarheid. Hoe vaak lezen wij de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tashkurun, zodat jullie dankbaar zullen zijn. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en hij richt deze woorden naar Dawood alayhi salam, en hij herinnert hem en zijn gezin aan dankbaarheid te betuigen, waarop hij tegen hem zegt, i'malu ala Dawood shukra. O familie van Dawood, verricht dankbaarheid. En dit vers duidt op dat dankbaarheid niet alleen maar met de tong moet geschieden of met het hart, maar met de ledematen. Allah niet van zegt, zeg dankbaarheid, spreek dankbaarheid uit. Maar hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala, i'malu, i'malu, ala Dawood shukra. Luister goed. I'malu ala Dawood shukra, wa qalilum min ibadiyash shakur. O familie van Dawood, verricht dankbaarheid. Middels de gebeden. Verricht dankbaarheid, beste broeder en zuster.
middels de gebeden, middels het waken over de gebeden. Verricht dankbaarheid middels het dragen van jouw hijab op de juiste correcte wijze. Verricht dankbaarheid middels jouw halal, jouw geld op een halal wijze te verdienen. Verricht dankbaarheid middels het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Verricht dankbaarheid middels de goedheid jegens de ouders. Verricht dankbaarheid. Doe je dat niet, deze gunst zal heen gaan. I'amalu ala dawi la shukra. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En hij beschrijft de toestand van de mensen. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌ. En slechts weinig van de mensen zijn dankbaar. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌ. En slechts weinig van mijn dienaren zijn dankbaar. Tevens ook een van degenen van de mensen die deze dankbaarheid waar ze over beschikken. Onder de mensen die over deze eigenschap beschikken. De gelovigen. Al-mu'minun. De profeet sallam, die beschrijft zijn toestand. Hij zegt, ajab li amri al-mu'min. Verbazingwekkend is de toestand van de gelovigen. In asabat wa sarra shakar. Fakana khayran. Als hem iets goeds overkomt. Als hem een gunst toekomt. Als hem een gunst bereikt, dan is hij Allah daarvoor dankbaar. En dat is goed voor hem. Waarom is het goed voor hem? وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. De gunst blijft in stand en het wordt vermeerderd. Daarom is het goed voor hem. وَإِنْ أَصَابَتْهُ دَرَّا صَبَرْ. En als hem het slechte overkomt, dan is hij geduldig. وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. إن أصابته صبر شكر فكان خير الله خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وليس ذلك إلا المؤمن. En als hem slecht overkomt en de proefing overkomt, dan is hij geduldig. Waarom? Omdat wanneer hij geduldig is met de beproevingen, Allah subhanahu wa ta'ala scheldt hem zijn zonde kwijt. Allah subhanahu wa ta'ala verheft hem in de rangen. Het kan zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala middels die ramp wat hem overkomen is, dat Allah subhanahu wa ta'ala daarmee een grotere ramp voor hem heeft weggehaald. إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَ عَبْدًا إِبْتَلَاهُ. Wanneer Allah van een dienaar houdt, dan beproeft hij hem. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala de meest geliefde personen bij hem heeft beproefd. Vervolgens, iemand kan denken dat rijkdom niet iets is wat toegestaan is. Sommige mensen vandaag de dag, ze zeggen, luister, als je een goede moslim wilt zijn, je wilt echt paradijs binnentreden, dan moet je een kapotte leven leiden. Je moet een kapotte leven leiden hier. Dan ga je naar het paradijs. Wil je echt naar het paradijs, wil je echt als gelovige leven, dan moet jij hier leven, moet je ongelukkig leven. Geen dure auto's, geen mooie kleding. En dan ga jij, jonkie, dan ga je naar het paradijs. Oké, diegene die dat zeggen, wat doen zij dan? Al diegenen die dat denken, dat zeggen, allemaal, 99% van hen, allemaal verrichten ze, zitten zij in haram. Allemaal zijn ze Allah ongehoorzaam. En deze uitspraak gebruiken zij als excuus. Als je goed wil zijn, als je echt naar het paradijs wil gaan, dan moet jij hier kapotte leven leiden. En ze hebben het fout. Degenen die jongen in het paradijs binnentreden, dat zijn de gelukkigen hier. Degene die jongen het helft uur zullen binnentreden, dat zijn de ongelukkigen hier. De mensen van het paradijs, degene die het paradijs zullen binnengaan, mogen Allah ons allen tot hen laten behoren. Degene die het paradijs zullen binnentreden, zij waren allemaal gelukkig hier in de dunia. En degene die het helft uur zullen binnentreden, dat zijn allemaal de ongelukkigen hier in dunia. Waarom? Omdat de gelovige, of hij nou veel geld heeft, veel gunsten heeft of niet, allereerst, hij is tevreden met hetgeen wat Allah voor hem heeft bepaald. Irda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas. Wees tevreden, zoals de profeet sallam, met hetgeen wat Allah voor je heeft voorbestemd, en jij zult de rijkste mensen zijn. Jij zult de gelukkigste mensen zijn.
degene dus die denken, ja, mag je geen mooie, geen bezittingen hebben, je mag het niet breed hebben hier, anders ben je geen goede moslim. Dat is fout. Abu Qulada, hij overleeft en zegt, laten door dunya, idha shakartumuha. Hij zegt, het dunya, jij kan heel veel bezittingen hebben. Jij kan geld hebben, mooie auto's, mooie kleding, mooi huis. Zolang jij Allah daar dankbaar voor bent, hoeft het geen probleem te zijn. Sommige van de Sahara waren rijk. Abu Bakr ibn Anhu, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan. Dat waren rijke mensen. Maar de bezittingen hadden zij in hun zakken. En akhira hadden zij in hun hart. Degene die de liefde voor het wereldse in zijn hart heeft, al heeft hij het niet, het zal een probleem voor hem zijn. Maar degene die het wereldse heeft in zijn handen of in zijn zakken, maar het liefde voor akhira in zijn hart heeft, dat is de gelukkige. En dunya zal geen invloed op hem hebben. Als het er is, alhamdulillah, mooi meegenomen. En vervolgens toont hij dankbaarheid middels deze gunsten. De derde pilaar. Dankbaarheid betuigen middels deze goede daden. Middels deze handelingen. Door as-sadaqa te geven. De verplichte zakka uit te geven. Op een halal wijze verdienen. Nuttige zaken mee ondernemen. Degene die dat doet, hij zal profiteren van zijn bezittingen. Allah zal zijn bezittingen zegenen. Wallah, ik heb jongeren gesproken. Die werken in haram. Verdovende middelen. Zij zegt mij, ik verdiende duizenden. Duizenden, groot bedrag. Maar 90% was binnen een heel korte periode, was allemaal weg. Was gelijk weg. Ze verdienen heel veel, alles was weg. Op een gegeven moment, diegene die me het vertelde, hij zei, ik begon na te denken. Wat voor leven is dit? Ik haal zoveel geld binnen, alles verdwijnt. En zij geniet er niet van. Totdat diegene berouw heeft getoond. Hij is ermee gestopt. En hij begon een halal baan te hebben. Op een eerlijke manier zijn geld te verdienen. Ik vroeg hem nu. Hij zegt, alhamdulillah. Ik wil niks anders. Hij zegt, dit is mijn salaris. Een bescheiden salaris. Hij zegt, ik ben de gelukkigste man deze aarde. Ik hoef dat geld niet meer. Ik hoef niet. Laat mij gewoon dit. Subhanallah. En daarom dankbaarheid opent de deuren naar de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala. Dankbaarheid is niet makkelijk. Dankbaarheid betekent niet makkelijk. Sommige mensen, zij zijn onachtzaam. Zij zien de gunsten niet van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, nadat hij de gunsten heeft genoemd, meerdere gunsten, zegt hij, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. En hij heeft jullie alles gegeven wat jullie nodig hebben. Hij heeft jullie alles gegeven wat jullie willen en wat jullie van hem hebben gevraagd. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. En als jullie de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala zouden willen opzommen, dan zouden jullie daartoe nooit in staat zijn. Innal insana laghalumun kaffar. Voorwaar, de mens is zeer erg onrechtplegend en ondankbaar. Deze gunsten, het betuigen van deze dankbaarheid, vereist inzet en inspanningen. De mens is van nature ondankbaar. Innal insana li rabbihi lakanud. Voorwaar, de mens is van nature ondankbaar. Waarom? In de tafsir van deze ayah, zegt Hassan al-Basri, rahimahullah, hij zegt, innal insana li rabbihi lakanud. Voorwaar, de mens is tegen zijn Heer ondankbaar. Hij zegt, dit zijn de mensen die alleen de rampen
en de negatieve zaken die hem overkomen, optellen. En dat zijn de ongelukkigen. Er zijn mensen, hun mindset is zodanig geïnstalleerd op het tellen en in de gaten houden en bijhouden van de tegenslagen. Ze kijken alleen maar naar de tegenslagen. Ze kijken niet naar de gunsten. De profeet sallam, hij zegt, men asbah aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, lahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha. Hij zegt, degene die in zijn huis in de ochtend ontwaakt, veilig in zijn huis ontwaakt, gezond in zijn lichaam, en hij heeft datgene wat hij te eten heeft voor die dag, het is alsof hem de hele wereld is geschonken. Hem is de hele wereld geschonken. Heel veel mensen vandaag de dag zijn ondankbaar. Zij zien de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala niet. Zij staan niet stil bij de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom heeft de profeet sallallahu ons geleerd om Allah om hulp te vragen om hem te kunnen bedanken. Toen hij het advies gaf aan Mu'adh ibn Jabal, hij zegt van Mu'adh, ik hou van jou wil van Allah. Laat het dus niet zo zijn dat je een gebed overslaat zonder dat je aan het einde van het gebed zegt Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadat. O Allah, en hij zegt tegen hem, Mu'adh, zorg ervoor dat jij na elk gebed, minimaal 5 keer per dag, zegt, O Allah, Allahumma a'inni ala zikrik. O Allah, help mij om u te gedenken. Dus we hebben het nodig, we hebben steun nodig van Allah om hem te kunnen gedenken. Als hij ons die steun geeft, moeten we hem daarvoor weer bedanken of niet? We moeten hem weer daarvoor bedanken. Zonder de steun van Allah subhanahu wa ta'ala kun je niet gedenken. Allahumma inni ala zikrik wa shukrik. O Allah, help mij om u dankbaar te zijn. O Allah, help mij om u dankbaar te zijn voor uw gunsten. En wanneer de dienaar gesteund wordt door Allah subhanahu wa ta'ala om hem dankbaar te zijn, deze steun vereist niet veel dankbaarheid of niet. En wij moeten Allah dankbaar zijn voor de dankbaarheid die wij betuigen. Want deze dankbaarheid hebben wij te danken aan Allah subhanahu wa ta'ala, die ons in staat stelt om de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala te zien. En daarom wordt overgeleverd dat Ali radiyallahu anhu wel eens gewend was dat wanneer hij uit het toilet kwam, hij heeft zijn behoefte gedaan, dan veegde hij over zijn buik. En dan zegt hij, ja laha min ni'matin azima. Hij zegt, wat een grote gunst is dit. Wisten de mensen dit maar? Konden de mensen maar dankbaarheid betuigen jegens deze gunst? Wisten de mensen maar hoe groot deze gunst is? Niemand van ons denkt daarna. Niemand van ons denkt erover na. Wanneer hij naar het toilet gaat, en hij heeft zijn afvalstoffen uit zijn lichaam kunnen lozen, precies op het juiste moment, op de juiste locatie, allemaal middels sensoren die Allah in jouw lichaam heeft geplaatst. Waarop jij op een normale, perfecte wijze jouw lichaam van de afvalstoffen kunt ontdoen. Hij staat stil bij deze gunst. Er zijn mensen die de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala inzien. En ik ken mensen, wanneer zij een slok water drinken, zij drinken een slok water, of wanneer zij wel eens een slok water drinken, dan verrichten zij sujoed en dankbaarheid voor Allah subhanahu wa ta'ala. Slok water, een glas water. Hij drinkt glas water. Als hij die glas water heeft gedronken, dan beseft hij wat voor gunst dit is, deze glas water, waarop hij sujud verricht, sujud shukr.
Hij kreeg sujud en dankbaarheid voor Allah subhanahu wa ta'ala. De mens vandaag de dag. En hij zegt, wanneer? Hij zal hier niet, de gemiddelde zal het niet kunnen begrijpen. Waarom moet jij dankbaar zijn als je naar terug bent gegaan? Wat voor dankbaarheid moet jij betuigen als je een glas water drinkt? En daarom, de meeste mensen lijden onder onachtzaamheid, een ghafla. En daarom is het van belang om stil te staan bij de middelen die ertoe leiden dat jij dankbaar wordt. Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa asni ibadatik. Vervolgens, wanneer wij de Koran lezen, dan wanneer jij de Koran leest, dan zul je dankbaar worden. Want Allah subhanahu wa ta'ala, die herinnert ons in de Koran aan deze gunsten. Hij heeft vele gunsten genoemd in de Koran. In Surat al-Rahman. Meerdere malen, de hele surah, herhaalt Allah subhanahu wa ta'ala. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Welke gunsten van jullie Heer ontkennen jullie dan? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Waarop Allah subhanahu wa ta'ala weer gunsten noemt. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. En telkens, na elke gunst die hij noemt, noemt Allah, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, vraagt Allah subhanahu wa ta'ala bij de mensen, zegt hij tegen hen, welke gunsten van jullie Heer verloochenen jullie dan? En daarom, wanneer wij deze Koran lezen, dan zullen wij stilstaan bij deze gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala. Tevens, het lezen van de verhalen van de dankbare mensen. Het lezen van de verhalen van de dankbare mensen voor ons, as-salih. As-salih, zij die dankbaar waren, wanneer wij hun verhalen lezen, dan zullen wij onszelf kunnen beoordelen. Er kwam een man bij al-Hasan al-Basri. En hij zei tegen al-Hasan al-Basri. Die en die, hij wil dat luxe eten, een luxe gerecht, wil hij niet eten. Hij zegt, nou waarom? Hij zegt, want hij is bang dat wanneer hij het luxe eten gaat eten, dat hij die dankbaarheid er niet voor kan betuigen in Allah. Toen zei Hassan al-Basri, wat een dwaas. Wat een dwaas. Is hij dan in staat om die glas water, dat hij denkt wel die dankbaarheid daarvoor te betuigen? En die dankbaarheid van die glas water, hoe moet jij die dankbaarheid betuigen? Wat jij ook verricht, jij kunt nooit in te nemen dat ene soort water wat jij hebt gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala, in dankbaarheid, in daden en uitspraken terugbetalen. Je bent niet in staat om die glas water, zelfs een glas water, jij drinkt het op, jij kunt die dankbaarheid niet van betuigen. En het is onvoldoende. Wat je ook doet, het is onvoldoende. Dat waren mensen die wisten wat de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala inhielden. Vervolgens dient men altijd te kijken naar degene die zich onder jou bevinden, die iets slechter hebben dan jij. De mensen vandaag de dag, die zijn allemaal ongelukkig. Waarom? Omdat ze allemaal kijken naar anderen die het beter hebben dan zij. Dus kijk, als iemand een auto heeft, dan kijkt hij naar degene die een duurdere en nieuwe auto heeft. Als een vrouw een jurk heeft, dan kijkt zij naar de vrouw die een mooiere en betere jurk heeft. Als iemand een huis heeft, dan kijkt hij naar degene die een grotere, een betere huis heeft. Als iemand geld heeft, hij heeft 20.000 op zijn bank, dan kijkt naar degene die een miljoen op zijn bank heeft. En zo verder. En daarom, die mensen, zij voelen altijd alsof zij arm zijn. Zij zijn nooit tevreden. Maar men dient altijd te kijken naar degene die zich onder hen bevindt. Een keer zat ik met jongeren. Ik was met hen aan het praten over het gebed en terugkeer naar Allah subhanahu wa ta'ala. En het zag eruit dat de jongeren bezig waren met criminele activiteiten en dergelijke. En hun geld eigenlijk op een verkeerde manier verdienden. Waarop, ik was met hen aan het praten, waarop zij zeiden, we hebben een beetje krap en zo. Alsof zij eigenlijk hun daden wilden goed praten. We hebben het krap en daarom zijn we zo genoodzaam om een beetje van die zigzag te doen. Toen zei ik tegen hen,
Ze zegt tegen hen: wie van jullie is bereid? Kom zitten. Ik zei tegen hen: wie van jullie is bereid om zijn ogen te verkopen? Zijn ogen te verkopen? 50.000. 50.000. Als het niemand zei, nee. Sorry. Maar zo. Je lief spelen, je lichaam. Ik zei tegen hen: wie van jullie is bereid om zijn oren te geven? Voor zoveel duizend. Tot aan een ton. Niemand zei: nee man, ik hou mijn oren. Uiteindelijk gingen wij al die lichaamsdelen tellen en de waarde daarvan. Toen zei ik tegen allemaal: zien jullie niet dat we allemaal eigenlijk miljonair zijn? Terwijl we het niet doorhebben. Zien jullie niet dat wij begunstigd zijn door Allah subhanahu wa ta'ala, terwijl we het niet doorhebben? Maar we kijken altijd naar het materiële. En daarom voelen die mensen zich altijd alsof zij de armste mensen zijn. Wij dienen stil te staan bij de verhalen van de vrome mensen. Zij die de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala kenden. Gunst van kinderen. Ja? Er zijn mensen die geen kinderen hebben. En iemand heeft kinderen. Dit is een grote gunst. Maar de gunsten, wanneer iemand die eenmaal heeft, ziet hij die gunsten niet meer. Wanneer wordt de waarde van die gunsten duidelijk? Wanneer die gunsten verdwenen zijn. Iemand is gezond. Diegene die heeft geen waarde aan gezondheid. Pas wanneer hij ziek is geworden, wanneer hij ziek wordt, dan beseft hij de waarde van gezondheid. Je hebt een baan. Je hebt er geen waarde aan. De dag dat jij werkloos bent en krap komt te zitten, besef jij de waarde van een baan. En ga zo maar door. En daarom is het van belang om stil te staan bij deze verhalen van deze vrome mensen. Vervolgens is het van belang dat men altijd... Vervolgens is het belangrijk dat men altijd Allah subhanahu wa ta'ala blijft vragen om steun. En altijd weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jouw dankbaarheid niet nodig heeft. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jouw dankbaarheid niet nodig. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jouw dankbaarheid niet nodig. Als jij Allah dankbaar zou zijn voor alle gunsten, het zou Allah niet vermeerderen in zijn rijkdom. Maar jij bent degene die deze dankbaarheid nodig heeft. En wanneer wij dat inzien, kijken naar hetgeen wat wij wil hebben. Jij mist een ledemaat, kijk naar de ledemaat die je nog wel hebt. Jij bent geld verloren, kijk naar het geld wat je nog wel hebt. Je hebt een kind verloren, kijk naar de kinderen die je wel hebt. En ga zo maar door. Kijk altijd naar degene die onder jou is qua toestand. En vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons dankbaarheid te schenken. Om ons dankbaar te maken. En om ons in staat te stellen om ten alle tijden dankbaarheid te kunnen betuigen. Wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.